Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Hier achter mij staat onze onsterfelijke Hyundai Coupé. We hebben het ding maximaal afgedekt in het bos, daarna over de springschans gejaagd, daarna de motor opgeblazen. En toen dachten we dat hij helemaal kapot was. Was hij niet. Dus ik heb de tachtel weer dichtgelast en ik heb er een superieure olie in gedaan. Check even video. Hi. Liesel, wat vind je van blaswerk? Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Heb je een slagroombus, jongen? Dankjewel. Heb ik niet nodig, hè? Nee. En dan kunnen we nou ons wondermiddel erin gaan gieten. Oh ja. Dat was ik even vergeten. Denk ik dat ik maar als eerst het kleppendeksel even eraf ga halen. Dan kunnen we die zut eruit halen. Nou, dat is fijn. Er is gewoon geen zand in het motorblok gekomen. Kijk dan. Nokken hebben nog maar weinig geleden precies. Je ziet daar wel wat krasjes in staan. Door het drooglopen, maar nokassen zien er allemaal nog goed uit. Ik denk dat we maar schouwe olie in moeten gieten. Nou, het kleppendeksel eraf is dan natuurlijk een stuk makkelijker. Hè? Hebben we er geen trechter bij nodig ook. Mooi. Het is altijd heel belangrijk dat je natuurlijk de juiste olie selecteert bij jouw motor. Kijk, dan heb ik hier dus ja, dat is perfect dit. Zit in ieder geval genoeg in. Lekker. Ruikt naar frietjes. Als een nieuwe. En dan gaan wij dadelijk kijken hoe goed dit hier gerepareerd is. Yes. Oh nee, joh! De voorbumper is eraf gevallen. Kut. Nou kan het net zo goed helemaal kapot maken. Oh, hij deed uit zichzelf al één slag. Proberen aan te slepen dan. Dan doet je het wel. It's alive! Ha 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 ha!
wel, af en toe wel. Kijk hoe ver ik nog kan komen. Dat die soort van kapot is. Ja, dit zou ik dus niet aankomen. We zijn er al zo zuinig op geweest. Ik had ook gewoon zeg maar de olie ververst en zo. Ik denk dat die nou echt kapot is, zeg maar. En volgens mij zie ik daar een drijfstang naar buiten komen. Best gebakken, zeg maar. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar onderin het karter zit ook een hele bul, zeg maar. Daar is ook iets naar buiten gewild. Misschien dat er nog wel een... Dat zal waarschijnlijk het onderste stuk van de drijfstang zijn. De bouten zijn natuurlijk afgebroken en de onderste schelpje, dat is onder de krukas gekomen. En die krukas die heeft hem door het karter naar buiten willen drukken. Ik denk dat dat er aan de hand is. Maar ja, zo zie je maar, zelfs een Hyundai komt aan zijn einde. Maar ik vind wel dat deze test zeker is geslaagd. Want met frietvet doet hij het niet, maar dan gaat hij tenminste wel kapot. Kijk, we moeten nog wel autopsie doen natuurlijk om vast te stellen of die nou echt kapot is. Want ja, dat geeft geen garantie natuurlijk. Hè? Ik denk dat we hem eens mee gaan nemen. Dan gaan we de kop eraf halen. Kunnen we erin kijken. Vorige video had ik gevraagd hoeveel kilo oud ijzer dat we bij elkaar hadden. Bedankt voor alle inzendingen. Het waren er kei veel. En het juiste gewicht was... 2580 kilo. 2580 kilo dus. Ik ga in de reacties kijken wie het precies goed had. Ik ga sowieso 3 mensen stickers sturen. Bedankt voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog. Tot de volgende. Hoi. Niet vergeten te abonneren. Dat is gratis.